Deli Blind. Het is Robert die de bal misschien vraagt. Het is geen buitenspel bij Van Persie. Van Persie. En die komt erin. Ja! Het is ja! Het is 1-1! Het is 1-1! Wat een wereldgoal! Deli Blind! Deli Blind! En het is geen geintje natuurlijk. Het is gewoon 1-1. Wat een ongelofelijke lekkere goal. Robin van Persie. Wat een bal. En ik zei het. Eén keer sta je geen buitenspel. Nu via Sneijder en aan de linkerkant Blind. Blind naar Robben. Naar Robben. Nee, maar aanraden en schieten. En schieten. Kappen schieten. Ja! 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 Arjen Robben zet het Nederlands elftal op een 2-1 voorsprong. Wat een geweldige actie van Robben. De mensen die het verschil moeten maken, maken vandaag het verschil. In de eerste helft van Persie. En nu dus Arjen Robben. Oranje. Oranje staat voor tegen de wereldkampioen. Is het mooi zeg, niet te geloven. Onvoorstelbaar. Arjen Robben, kus naar de camera. Yes, yes, yes. Wesley Sneijder en Arjen Robben bij die vrije trap aan de linkerkant van het veld. Wie zijn er mee? Vlaar, De Vrij, Martens Indy en Van Persie. Dat zijn de targets in het strafschopgebied. Waar Arjen Robben er nu ook nog bij komt. Oftewel, Wesley Sneijder gaat die vrije trap nemen. Vanaf de linkerkant richting Casillas. Casillas gaat erbij. Gaat hij erin? Gaat hij erin? Gaat hij erin? Stefan De Vrij. Stefan De Vrij maakt hem. De man die de stumiel was in de eerste helft. Staat nu bij de tweede paal. Het schiet die bal binnen. Stefan De Vrij. Hij met dat strakke koppie voor die wedstrijd. Hij maakt die goal. Wat is dit leuk. Stefan De Vrij, de 3-1. Dan gaat het een avond maken, een beetje. Maar zeg jij nou, dit is leuk? Dit is te gek. Dit is te gek. Is dit is waanzinnig. Ja, dan moet Sergio Ramos de bal even terugspelen. Doet dat richting Casillas. Casillas, opgejaagd door Van Persie. Die raakt de bal kwijt. Dan gaat de 4-1. Ja! Het is 4-1. Het is 4-1. Ik begrijp waarom je niet meer mag keeper Casillas bij de Real Madrid. Je kan er geen houtje touwtje meer van. Je maakt een tweede fout. Het is 4-1. Het is 4-1 voor Oranje. Onvoorstelbaar. Kijk naar die bank van die Spanjaarden. Een bank, ja, ongelooflijk. Daar zit meer op dan op een normale IJslandse bank. Kijk eens naar die gezichten. Van Persie, 4-1. Sneijder met een goede bal richting Robben. Nu wordt het hardlopen voor volwassenen met Robben. Robben loopt Sergio Ramos eruit. Terwijl Casillas moet komen, maar die komt niet. Draait Robben, wordt het 5-1. Wordt het 5-1? Is het zo een dag? Ja! Het is zo een dag! Het is zo een dag! Het is zo een dag! Het is 5-1! Het is niet te geloven! Het zijn de mensen die aan alle kanten worden weggezet. Sergio Ramos wordt eruit gelopen. Dan komt ook die man in het geel met de rugnummer op zijn achterkant eruit. Die kan er ook niks meer aan doen. En Robert, nou, het is mijn 280ste interland die ik voor Nederland op de radio mag verslaan. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Nog nooit meegemaakt. Check, het is mijn eerste. Ik heb het ook nog nooit meegemaakt. Het is ongelooflijk. Daar rolt de bal. Hi, Chillion. En we gaan afwachten. Wat brengt deze wedstrijd? Terwijl Robben er nu vandoor gaat. Robben tussen twee man door. Robben gaat zelf. Het is goal! Het is 1-0! Het is Arjen Robben! Arjen Robben met zijn derde treffer. Aan de rechterkant is het Van Persie die ook de aandacht voor zich opeist om die bal te krijgen. Maar het is Robben zelf en die is scherp. Ik zag het ook in de warming-up. Die was er nog afronden als een gek. En hier scoort hij. Arjen Robben. Nu krijg je een totaal andere wedstrijd. Nu moet Australië gaan komen. En dan ben je rustig. Ja, nou ja, ik zit eens even te kijken en ik denk, ja, deze komt even uit de lucht vallen. Ja, deze komt Keo op. Oh, die gaat erin! Het is 1-1! Onvoorstelbaar! Die bal wordt gegeven en het is Keo die de bal erin knapt met zijn linker en het is zomaar 1-1! Onvoorstelbaar! Een bal die gegeven wordt van over 10 meter over de middenlijn. Nederland staat te dromen. Zoals het wel vaker gebeurt in de wedstrijd. Je denkt, oké, lekker, 1-0 voor. Die bal wordt van het middenveld geplaatst en knalhard door Keo ingelost met zijn linker. En we zijn weer net zo ver als een minuut geleden. Keo de doelpunten maken. Het is ongelooflijk. Ze staan nog te lang in de juichmodus. Ze zijn nog blij, ze zijn nog vrolijk. En Australië is er als de kippen bij. Verdorie. Het is leuk geweest nu. Hartstikke leuk. En we vinden Australië een mooi land. En ze hebben leuke dieren en hele aardige mensen. Maar nu moet het gewoon een keer gaan gebeuren. Mozanić met de kans op de rand van het 16 meter gebied. Kan hij de bal voorgeven? Gaat hij tegen de hand van Jan Maat? En de scheidsrechter heeft een penalty. Het is ongelooflijk.
pakken. Maar we krijgen een penalty tegen. Bozani speelt de bal tegen de hand van Jamaat. En de scheidsrechter uit Algerije geeft een penalty. Ja, zo gaat dat. Scheidsrechters uit de hele wereld moeten kunnen fluiten. Hij krijgt het inderdaad niet van doen. Hij krijgt niks aan doen. Nee, natuurlijk niet. Daar komt de aanval van Jan direct en hij gaat erin. Sillissen ligt in de rechterhoek. De bal gaat in de linkerhoek. En de mensen die u hoort hebben een geel shirt aan. En schreeuwen werkelijk de longen uit hun lijf. Australië, die had dat toch verwacht tegen het Nederland. Dat excelleerde in de wedstrijd tegen Spanje. Komt nu dus op een 2-1 voorsprong hier in Porto Alegre. Maar Nederland, als je nu nog niet wakker bent. Als je nu nog niet bij de rest bent. Dan heb je hier eigenlijk helemaal niet te zoeken. Je moet over deze tegenstander heen kunnen lopen. Je moet er in elk geval van kunnen winnen. Maar we zullen het zelf moeten doen. We zullen het absoluut zelf moeten doen. Dit lijkt wel een bitterballen Polonaise. Dit lijkt nergens op. Balbezit nu voor Vlaar. Vlaar nu naar de Vrij. Kom op. De Pajerand 16 speelt die ballen voor Persie. Voor Persie, voor Persie. Ja, 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 ja. Ja. Het is 2-2. Het is 2-2. Je moet dit zetgassen toch opvreten. Godverdorie. Ik heb er geen ander woord voor. Een schande zou het zijn als je hiervan verliest. Boom, de Paai. Goed gedaan. En van Persie. Hij scoort 2-2. Kom op. Kom op en erover. Helemaal bedonderd. En toen het eindstation Sillissen schot. Ja! Die goal! De Paai! Levens de Paai! Levens de Paai maakt hem! Hij krijgt die bal een meter of 3-4 buiten het strafschopgebied. Hij legt hem voor zijn rechterbeen en hij haalt uit. En die keeper kan er niet bij. Memphis de Paai, Memphis de Paai, Memphis de Paai. Wat doe jij nou toch, jongen? Wat een geweldige invalbeurt. En zo staat het Nederlands elftal 3-2. Wat zullen we nou, Jack? Het is een krankzinnige wedstrijd. Ja. Australië gooit nog een keer. Of is het afgelopen? Ja, het is afgelopen. Het is over en uit deze wedstrijd. We zien nog net eventjes een groep van de koning die applaudisseert samen met de koningin voor deze prestatie van het Nederlands elftal. Ging het makkelijk? Nee. Was het goed? Nee, ver van dat. Maar is er een resultaat gehaald? Ja, die vraag kunnen we met een volmondige ja beantwoorden. Zo mag Oranje weer een corner gaan nemen. En dan, Jack, is het toch wel prettig dat je een man als Leroy Fair hebt. Weet je nog, Jong Oranje vorig jaar? Ja, als een kanon kwam die daar dat strafschopgebied in. Corner is inmiddels genomen. Robben, Jamaat. Komt hij! Ja! Leroy Fair! Wat zeg ik je nou? Leroy Fair! Wat doet hij nou? Hij komt die bal binnen. Is dit ongelooflijk? Dit deed hij. Hier is hij voor binnengebracht. Hij krijgt die bal voor, zet zijn hoofd erachter. Zo, weer een gouden hand van wisselen. Dank je, Louis. Dank je, Oranje. 1-0. Ja, je voorspelde het. Goed gedaan, Ronald. Daar komt hij. En wat een inderdaad gouden wissel. Die bal die voorkomt. Iedereen let op Vlaar en de Vrij. En nu is het 1-0 voor Oranje. Nu staat Oranje de alle waarschijnlijkheid als de nummer 1 in de achtste finale. Het is nog niet gespeeld, maar de Chili krijgt een geweldige tetter. En ja, het is wat Van Gaal zegt. Wij hebben alleen maar een ploeg om te reageren. En we zullen misschien de stijlprijs niet winnen. Maar als je uiteindelijk heel ver komt in het toernooi, en ik wil nog helemaal niet praten over een finale of wat dan ook, dan gaat het alleen maar om dat. Het gaat alleen maar om, je bent bij de 16 van de beste 16 van de wereld. En wie weet hoe ver je nog komt. We geven niets weg in deze wedstrijd. Echt niets. En we krijgen kansen. En we spelen niet goed. Corner, bal blijft wat hangen, maar wordt uiteindelijk weggewerkt. En door Leroy Fair, maar hoog richting de tribunes gerand. Nou, dat haalt hij niet eens. Daar zit een stewardess op, heb ik iemand wel eens horen zeggen. Op zo'n hoge bal. Uiteindelijk kan Ver de bal weer richting de Jong geven. En gaat daar Arjen Robben de diepte in. De Paai is mee. De Paai is mee. Maar Robben gaat richting de achterlijn. Legt de bal nu voor. De Paai! 2-0! 2-0! Memphis Depay op aangeven van Arjen Robben. Nederlands elftal maakt dus ook de tweede goal in deze wedstrijd. Is dit geweldig? Is dit geweldig? Dit is een waanzinnig toernooi van het Nederlands elftal. Als Oranje de eerste helft maar heeft overleefd, dan word ik vanzelf in de tweede helft een feestje. Dat weten de Oranje supporters en dat weten de spelers nu ook. Die hier bakken met vertrouwen tanken. Memphis Depay, het invallertje van het Nederlands elftal, maakt zijn tweede doelpunt in dit toernooi. Als invaller nu op aangeven van Arjen Robben. En kijk eens, ja, die spelers hebben het leuk. Die spelers hebben het goed met elkaar. Zei Theo Rijnsma in 88 niet. Dit is een geweldig stel. Dit is een goed stel, hoor. Nou, dat is dit ook. Het wordt breed.